Dit is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Nou, voor mij betekent het niks, want ik kom toch s'avonds niet buiten. Ik heb er zelf, of ik ga er geen last van krijgen. Omdat ik na het werk eigenlijk thuis kom en niet meer de deur uit ga. En ik werk overdag. Ik werk in het onderwijs, dus ja. Wat moet, vind ik. Nou, voor mij zelf betekent het niks. Want ik ga 2 keer in de week even boodschappen doen. En voor de rest zit ik al door binnen, al door. Nou, van mij mag het, maar ik heb er geen last van. Want ik ga s'avonds niet de deur uit. Dus, en 's morgens ook niet. Dus ik doe gewoon mijn boodschappen overdag. En dan, voor de rest maakt het mij niet uit. Maar ik denk, ja, dat het geen kwaad kan. Gezien alles wat eraan te komen. Hè? Dus na 8 uur zit u gewoon binnen? Ja, en we wandelen veel. Hè? Dus iedere dag een aantal wandelingetjes maken door de parken. En zo vullen we onze dagen, zolang het duurt. Hè? Geen hond of zo om uit te laten? Nee hoor, gelukkig niet. En ik heb het in de oorlog meegemaakt. Dan was er ook een avondklok. Denkt u dat het effect gaat hebben, zo'n avondklok? Ja, ik denk voor met name de jonge lui, denk die willen ze een beetje in de tang houden. Dus daar zou het misschien voor kunnen helpen. Ik hoop het wel, ja. Want tot nog toe helpt niets, want de mensen gaan massaal overal weer naartoe. Zodra het kan en dan, dan is het weer helemaal fout natuurlijk. Maar ik hoop nu wel dat die prik gauw komt voor allemaal. Nou is het gelukkig voor de verpleegkundigen allemaal. Hè? Die zijn al aan de beurt. En daar is het noodzakelijk voor. Voor allemaal, maar voor hun heel noodzakelijk. Ja, en voor de rest wachten we maar af. Kan er verder niks mee. Denkt u dat zo'n avondklok zou helpen? Ik denk het wel, want als je een beetje zo om je heen kijkt, zie je dat het toch best wel druk is op straat, supermarkten, de winkelcentrum waar eigenlijk heel weinig winkels open zijn, is toch nog best wel druk met mensen bij elkaar. Dus ja, zal het helpen? Ik denk het wel.